Als AVB is het natuurlijk onze kerntaak om onze fabrieken te verduurzamen. Maar je moet op alle fronten meewerken. En vervoer is zo'n ontzettend zichtbaar element van bijna elke bedrijvigheid. Dus daar willen we ook ons steentje bijdragen door te elektrificeren. Ik ben Peter-Erik Iwema. Ik ben Sustainability Director bij AVB. AVB is een coöperatie van 2300 boeren die zetmeel aardappels verbouwen. En daar maken wij zetmeel en aardappel eiwit van. Een zetmeel aardappel bestaat uit 20% vaste stoffen, maar ook uit 80% water. En als je ingrediënten wil maken die houdbaar zijn, moet je dat water eraf zien te krijgen. En dat kost heel veel energie. Je begrijpt natuurlijk, als je zo'n grote energieverbruiker bent, dat daar verandering moet komen. Ja, in 2014 hebben we gekozen dus om zeg maar, alle bedrijfsauto's van diesel op elektrisch om te zetten. Om tot een elektrificering van je bedrijfsautofloot te komen, heb je natuurlijk al een partner nodig die daarbij helpt. De hele constructie, de auto's, de laadpunten, de hele ontzorging, het samen bundelen tot een project. Daarbij heeft Athlon duidelijk geholpen en ook een soort voortrekkersrol gespeeld. Waardoor we net de keuze durfden te maken om op zoiets experimenteels over te gaan. Tussen de drie fabrieken, de twee kantoren en een aantal silo's hebben we nu 10 elektrische Nissans rijden. Die onderdelen die we in de fabrieken nodig hebben, heen en weer kunnen brengen. Maar we hebben ook inmiddels onze leasefloat toegankelijker gemaakt om daar elektrisch te gaan rijden. Dat relatief dure elektrische auto's nu wel in het pakket komen, omdat ze uiteindelijk per kilometer goedkoper zijn en zeker duurzamer. Maar het gaat eigenlijk ook natuurlijk om de mindset, om te zorgen dat de watervrees bij werknemers eraf gaat om die transitie te maken. En daag ik ook iedereen uit om te zeggen van, probeer het dan. Een van de redenen waarom we in 2014 hier al mee aan de slag konden, is dat we nagegaan dat we eigenlijk perfecte afstanden hadden tussen die fabrieken. Het zijn drie fabrieken die op een kilometer of 40, 50 van elkaar zitten. Het is perfect te doen met elektrisch vervoer. We kunnen nu gewoon opladen bij de kantoren en de fabrieken. Dus op het moment dat je daar een uurtje bent en je staat uit te laden, heb je eigenlijk alweer genoeg om naar de volgende plek te rijden. Dat is echt helemaal geen probleem. Eigenlijk het enige kleine handicap was iemand die af en toe eens een keer naar de Randstad moest en daar een paar honderd kilometer moest rijden. Die moest tussendoor wel eens eventjes bij een laadpunt opladen en daar moet je even aan wennen. De kern van onze activiteiten zit natuurlijk op de boerderij, waar we de aardappelteelt moeten verduurzamen. In de fabrieken, waar we minder CO2 moeten uitstoten en minder water. Als je kijkt naar het aardige van zo'n bedrijfsautofloot, is het natuurlijk mooi om te zien dat die ook op de weg rijden. En dat we daar ook onze eigen logo op hebben. En nog een opmerking over dat ze elektrisch zijn. Dus we laten daar ook aan de buitenwereld zien hoe we met dit soort onderwerpen omgaan. Dus dat zijn hele kleine dingen. Die zijn natuurlijk meer in de mindset van mensen belangrijk dan dat het daadwerkelijk hele grote impact heeft. Maar als je daar niet begint, dan komen die andere dingen ook niet voor elkaar.